staan. Ja. Oké. Okay. Yeah. Hoi, daar ben ik weer. Met mijn verhalen van het kasteel in Beieren. En ik heb live publiek. De jongens hebben dus mijn video net al voor jullie aangezet. Wilfred, ik ga live. welkom. Ik begin. Hoi Yvette, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Ik begin met vertellen van Gijs. Gijs logeert hier nu. En Gijs zei uit het diepst van zijn tenen, Duitsland is leuk. En weet je waarom hij Duitsland leuk vindt? Omdat je en zwemmeertjes hebt en hele coole zwembaden. We hebben een zwembad, top 3. Langenuitheim, Liemersbad in Weissenburg en het Waldbad in Gunzenhausen met al die glijbanen. Maar Gijs zegt, ja, en binnenmeertjes. De binnenmeertjes top 2 is de Brombachzee of de Hanekamzee. Dus dat vindt hij supercool en allemaal binnen een bereik van een half uurtje rijden. Hij zegt, je hebt hier en Playmobilland en Legoland. Gijs snapt het. En Gijs vindt bierkaartens ook zo leuk. Want daar mag je met je kind en je hond heen en je hebt een hele leuke speeltuin. Nog even voor de duidelijkheid, Gijs is 7. En soms vergeet ik het, dat we hier zoveel te doen hebben. Buiten dat het heerlijk rustig is, kan je ook heel veel doen. En voor mij is het eigenlijk heel gewoon. Maar ik denk, ik ga het toch nog even zeggen om jullie op een idee te brengen. Ennis, die hier ook logeert, die heeft het ultranieuwe, coole Dino Park uitgeprobeerd. Super gaaf, helemaal nieuw. Ik wist wel dat het gebouwd werd, maar dat het nu klaar was. Dat heeft Ennis voor ons uitgeprobeerd. Ennis is 8. En volgende week komen er ook kindjes. En ik ga dat met Jasmijn en Timmer, als die komt, zeker uitproberen. En dan ga ik jullie een update voor geven. Dat. En nou gaan wij morgen weg. En vanmiddag komen Peter en Corine. En Peter en Corine zijn mijn allerbeste vrienden die ik al 20 jaar ken. Ik heb Corine leren kennen toen ik met haar ging samenwerken bij Parkom Ventures. Dat was een participatiemaatschappij van de ING in die tijd. En we hebben zo ontzettend veel lol gehad samen. We hebben van alles beleefd. Wij kennen elkaar al 20 jaar. We hebben liefdesverdriet overleefd, baby's, nieuwe huizen aangebouwd. Tijdens dat ik single was, zij is altijd mijn vriendin gebleven. We hebben kastelen en 700 kilometer overleefd. Dus onze vriendschap is echt rock steady. En Peter en Corine komen vandaag aan. Die waren in Praag een paar dagen. Die sliepen in ons favoriete hostel, Sir Toby's. Ga naar Praag, ga naar Sir Toby's. Zij komen zo aan en zij gaan het stokje van mij overnemen. Zij gaan in ons huis logeren en zij ontvangen zaterdag mijn nieuwe gasten. En Corine gaat een rondleiding doen en Corine gaat het brood rondbrengen. En Peter en Corine hebben dat al eerder gedaan en zijn daarin al helemaal up-to-date. Ze hebben 2 volwassen meisjes van 13, 14 jaar en Timme, die is 7. Dus die hebben zo'nzelfde setje als wij. Ook 3 kinderen, 2 iets ouderen en een jonge jongetje. En dat gaat helemaal goed komen. En waarom Peter en Corinne dus komen, dat is omdat wij naar Italië reizen. Ruud en ik en de kindjes. Wij gaan naar een bloedheet Italië. Daar zit ik niet echt op te wachten. 34 tot en met 40 graden. Nou, daar doe ik het niet echt heel erg best op. Maar goed, we zullen het zien. Want mijn schoonouders die zijn 3 miljoen jaar, 400, wat was het ook weer? Nou, 4 maanden, 8 dagen en 12 uur samen. En dat vonden ze een reden voor een feestje. Dus die heeft in de westkant van Florence een grote villa gehuurd. En daar gaan we met z'n allen in. Hij heeft iedereen uitgenodigd, dus zijn broer en vrienden van zijn broer en nog weer vrienden. Dus er zit een setje senioren, er zit een setje van Ruudse broer, Ruudse zus en ik. En we hebben een setje pubers,
het stel van, me, van mij. Mijn schoonzus heeft ook een eigen stel pubersbroedsel. Maar ze neemt ook nog vreemd pubersbroedsel mee. Dus we zullen wel zien wat dat allemaal is. Het is in ieder geval een hele grote villa met heel veel mensen. Wij willen wel proberen wat van de omgeving te gaan zien. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En nou ja, ik heb mijn boek mee. Ik heb mijn hoedje alvast. Ik heb hem weer gevonden. Dus vandaar dat ik hem vandaag op heb. Ik denk, nou, ook meenemen. Bikini boek en... ik heb een boek van Italië. Vroeger reisde je met een Lonely Planet. Nou, ooit een keer al in Italië gereisd, zo had ik hem nodig. Ik denk, ik zal hem neerleggen. Maar ik heb er nog geen letter in gelezen, dus misschien ga ik dat morgen wel doen als we onderweg gaan naar Italië. Dat. Verder. Nou, ik moet zo nog boodschappen doen. Senior heeft me nog een boodschappenopdrachtje gegeven en... Ik moet nog iPads vol stampen met films. We gaan 800 kilometer rijden. Dus we moeten ook wel stil zijn in de auto. Dus dat. Nou, ik heb vandaag ook naast jullie ook live publiek daar. Mijn dochters met hun vriendjes. Het spul is al de hele week samen onderweg. Dus het wordt steeds baldadiger. En ze hebben de kat van de... buren beneden geadopteerd. Die heet Helene. Nou, Helene Fischer. Dus we hebben een aanlooppoes. Die komt hier de hele tijd. Ja, eigenlijk kunnen pubers zich ook heel goed vervelen. Dus ze vervelen zich hier ook heel erg op het terrein. En ze bedt met tonnen. En wat doen jullie eigenlijk nog meer? Ja, nu met mij live video's kijken. Zwemmen. Zwemmen in de top 3 zwembaden en binnenmeertjes. Heel erg veel badmintonnen. Badmintonnen, want we hebben een soort, kijk daar. Badminton iets. Badmintonnen, wat nog meer? Royale spelen. En ik ben ook weer helemaal bij in alle nieuwste puberliedjes en apps. Clash Royale schijnt heel verslavend te zijn, dus dat spelen ze. Ik had ook pas, dat moet ik ook nog even vertellen. Pas had ik gelezen op sociale media dat er een liedje was die heel veel ophef veroorzaakte en heel slecht was voor kinderen. En dat liedje werd in dat YouTube-scherm, werd dat... lieten ze dat zien. Dus ik klik op play. En dat was een liedje van je broer. En die zingt... Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. En ik was even vergeten... dat Jasmijn zat te kleuren in haar, op het tafeltje bij mij in de kamer. Oh, zegt Jasmijn tegen mij. Mama, dat vind ik een leuk liedje. 6 jaar. Dus, als ik even niet oplet... Het is in bad te zingen, maar ik ben een kind van de duivel. Dus soms zijn de invloeden van buitenaf wat tricky. Dus dat even een zijsprong. Heb ik, wil je nog wat zeggen? Clash Royale, Helena moest... Sorry? Oh ja. Wat doe je nog? Lummelen. Lummelen doen we. We hebben zo'n grasmaaitractor ding. Wat is het? Niet zo'n duur ding, maar eentje waar je op kan rijden. En dat vindt iedereen ook hartstikke leuk. Dus als je een beetje voorzichtig bent, mag je gras maaien. Vinden ze ook heel leuk. Dat volgende week. Ik weet niet of ik online ga komen, want ik ben natuurlijk weg. Maar we zijn vrijdagavond laat weer terug, zodat we de ontvangst kunnen doen voor de nieuwe gasten. En ik zal in ieder geval een update geven van hoe het in Italië was. En ik kom ook met een top 3 wandelroutes dan. Want dan hoop ik dat het minder warm en benauwd is. En dan kan je veel beter wandelen. En dan ga ik jullie updaten over supercoole wandelroutes in onze omgeving. Oh, ja, ik... Het is niet alleen bij mij aangeslagen, dat liedje van je broer over het kind van de duivel. Gasten van mij schrijven ook dat haar kinderen ook het liedje hebben gezongen. Het is wel een beetje vreemd dat zo'n heel lief klein meisje dan zegt, ik ben het kind van de duivel. Maar het deuntje, ik snap het wel, het deuntje is lekker. Dus nou, dat geheel ter nutteloze info. Ik heb alles gezegd, willen jullie nog doei zeggen in de video? Doei! Doei, kijk ook allemaal nog even bij. Nou, de anderen zijn allemaal bange poeperts en die willen allemaal niet online. Een warrig verhaal, dat was mijn live video voor deze week. En misschien, dat ligt een beetje aan mijn wifi-verbinding in Italië, laat ik via Instagram Stories zien hoe het ons gaat. Dat doe ik
Er zitten nou mijn ballen over te gooien. Dat doe ik alleen als ik wifi verbinden heb, want ik ga niet met data roaming er doorheen rammen. Want dat heb ik natuurlijk nodig om met mijn klanten in contact te blijven over mogelijke aanvragen. Ik zei, ze worden steeds baldadiger, dus het wordt echt heel erg. Wat zeg je, Jasmijn? Ja. Doei. Het gaat regenen, we gaan naar binnen. Doeg. Doei. Tot de volgende keer.